Kijkers, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus, IDB oriëntatiemissie onderdeel hervorming onderwijs. Traject woningregistratie wordt nader bekeken. Bussector ondergaat positieve ontwikkelingen. Chinese delegatie op bezoek in Suriname. En 5 juni, 146 jaar, Hindoestaanse emigratie tevens in Idul Fitr. Minister André Misikaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft in de Nationale Assemblée aangegeven dat het traject van registratie van woningzoekenden nader wordt bekeken. Dit om het onbehagen bij de samenleving weg te werken. Diverse leden van uw college hebben hier de vraag gesteld over de procedure om in aanmerking te komen voor een woning. Dit vraagstuk is een vraagstuk waarmee op een volgende regeringen geconfronteerd zijn en de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat geen enkele regering hiervoor een schoonheidsprijs kan worden toegekend. De situatie zoals die in de praktijk plaatsvindt, is dat het tempo van het bouwen van huizen het tempo van het groeiend woningtekort niet kan bijbenen. Dit is evenwel niet uniek, maar is overal in de wereld zo. Zolang dit het geval is, zal er altijd een situatie zijn van ontevredenheid en een gevoel van onbehagen bij diegenen die niet in aanmerking zijn gekomen voor een toewijzing, voorzitter. In de eerste ronde vertelde ik u dat bij de SBSB Bank 8000 mensen, voorzitter, hun stukken waren goedgekeurd om in aanmerking te komen voor een huis. En u weet dat regering Bouterse tussen 2010 en nu circa 1800 woningen heeft gebouwd. Zie daar, voorzitter, die discrepantie. Dit gezegd hebbende wil ik duidelijk maken wat het werkkader van de woningproblematiek in ons land is. Laat me er wel bij zeggen dat de regering niet is blijven stilzitten. Wij gaan het traject van registratie van woningzoekenden nader bekijken om het onbehagen van het niet in aanmerking komen weg te werken. Het bestand zal in ieder geval worden opgeschoond om de grootte van de vraag naar woning goed zichtbaar te maken. Terwijl administratieve en technische procedures in proces zullen worden gebracht, moeten we beseffen dat de toewijzing van op handen zijnde projecten normaal zijn voortgang moet vinden. Deze toewijzing zal tot dan nog plaatsvinden op basis van aanvraagbrieven en natuurlijk de sociaal-maatschappelijke screening naar de woningnood van de aanvragers, voorzitter. De regering heeft op basis van de lessen die geleerd zijn in de achter ons liggende jaren de instructies voor toewijzing aangescherpt om te voorkomen dat toegewezen woningen leeg staan of onderverhuurd kunnen worden. Koop- en huurcontracten zullen als zodanig ook aangescherpt worden op dit stuk met de mogelijkheid voor intrekking van de woningen. Het opstellen van een conceptverdrag inzake uitlevering van personen die gezocht worden in China en Suriname is het doel geweest van de meeting die op 3 en 4 juni 2019 op het ministerie van Buitenlandse Zaken gehouden is. Roy Bainat Pandey, procureur-generaal, tevens delegatieleider, vertelt ons meer over deze meeting. Uw vraag met betrekking tot welk doel dit bezoek heeft gehad met de Chinese delegatie aan Suriname. Daarop kan ik u als volgt antwoorden. De Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken heeft in overleg met de minister van Justitie en Politie
contact gehad met de Chinese minister van Buitenlandse Zaken. Ten einde na te gaan op welk moment Suriname en China gesprekken zouden kunnen starten. Met het doel om een verdrag voor te bereiden met betrekking tot de uitlevering van personen. Dit overleg dat gisteren en vandaag 3 en 4 juni hebben voltrokken, heeft de minister van Justitie aan mijn persoon, procureur-generaal, gevraagd om aan Surinaamse zijde de delegatie te leiden. En hebben wij aan de Chinese zijde het hoofd van de afdeling dat te maken heeft met uitlevering gehad als delegatieleider. En beide delegaties met mensen van wetgeving, politie, mijzelf van het Openbaar Ministerie. En tezamen met medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Paramaribo hebben wij de 2 dagen besteed aan het tot stand brengen van het conceptverdrag rakende de uitlevering van personen die gezocht worden in beide landen. Maar ook met betrekking tot gevonniste personen zijn er paragrafen opgenomen in het conceptverdrag die het mogelijk maken om gevonniste personen aan elkaar ook uit te leveren. Wat we nu bereikt hebben is een conceptverdrag waarin en Suriname en China met elkaar hebben afgesproken dat dit concept aan de wederzijdse autoriteiten worden aangeboden. Ten einde na te gaan als dat ook bevat de informatie zoals en Suriname en China dat graag wil vastleggen in dit verdrag. Om vervolgens de stappen te zetten in beide landen om dit verdrag te kunnen ratificeren. Maar vooraf daaraan tot ondertekening over te gaan en daarop volgens het ratificatieproces in gang te zetten. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is bezig het vervolgtraject voor de hervorming van het totaal onderwijs voor te bereiden. Dit doet zij samen met vertegenwoordigers van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank IDB, die voor een tweede missie in Suriname vertoeven, en wel van 3 tot en met 7 juni 2019. Minister Ferrier hierover. Nogmaals, we zijn aan het voorbereiden, het vervolg. We hebben gehad BIP 1, we hebben gehad BIP 2. Maar tegelijkertijd zijn we ook bezig met de IDB met STES. En dat is het vervolg van het VOJ-onderwijs. We zijn bezig met de IDB en de CDB met TIFET en ETIFET. We zijn ook bezig met de wetgeving op het gebied van primair en secundair onderwijs. En die hele onderwijsstructuur. Dus deze missie moet garanderen dat de continuïteit er is. En dat betekent dat we nu met de IDB afspreken, nogmaals. Je hebt nou al vanaf al die jaren zoveel geïnvesteerd. We zijn er nog niet. We moeten de garantie hebben dat die gebieden die nog niet betrokken zijn, dat we die nu ook bekijken en plannen voor de komende 5 en 10 jaar. En het is dus een heel belangrijke missie. En het is ook belangrijk dat de missie goed voorbereid wordt. Want nogmaals, die continuïteit die moeten we garanderen. Ik kan bijvoorbeeld niet hebben dat we straks de wetgeving rond hebben. Maar dat wat in de praktijk met de afdelingen en zo moet gebeuren, dat dat niet in place is. Begrijp je? Dus nogmaals, we hebben het ook heel goed voorbereid. Ook vanaf januari, dat we nu zeggen van oké, zo gaan we verder. Behalve IDB en het ministerie van Onderwijs zijn er ook andere actoren die hierbij betrokken worden? Ja, we zullen morgen bijvoorbeeld praten over public and private partnership, de denominaties. We hebben een subsidiebesluit dat dateert van 1939
En het is nu echt nodig dat we een aantal zaken gaan herzien, herformuleren, ook de hele kwestie van de subsidie. Wat is de bijdrage van met name de FIBO's, scholen in het binnenland? Hoe moet die samenwerking er verder uit gaan zien? Maar ook, nogmaals, we bekijken eerst heel breed van wat zijn de obstakels? Wat frustreert eigenlijk het leerproces van de kinderen in het binnenland? We weten bijvoorbeeld dat de FIBO's niet altijd werkt met gekwalificeerde leerkrachten. Nou, als dat een obstakel is, dan moeten we gelijk zeggen, wat gaan we daaraan doen om dat op te heffen? We zijn heel erg oplossingsgericht. Deze missie is om ook, ze komen met hun consultants, om te kijken van, oké, maar hoe gaan we dat oplossen? Het is heel erg oplossingsgericht. Wat moeten we in kaart brengen, zodat we nu in het vervolg die problemen niet meer hebben? Nou, als van 3 tot 7 juni dit project is geweest, wanneer is de volgende keer dat jullie weer bij elkaar zullen komen hiervoor? Nou, deze mensen werken keihard. Wanneer we deze missie hebben afgesloten en nogmaals scannen alles, ook onze financiële department en kan je plannen en hoe zit het met je dataverzameling. Alles wordt eigenlijk even onder de loep genomen, zodat we ook weten, nee, het is uitvoerbaar. Het is eigenlijk een quick scan van het ministerie. Dan moet op 17 juni, dus binnen 2 weken, moet het rapport al af zijn van dit is wat we gaan doen. Dan gaan we het weer allemaal bekijken en dan komt er in eind augustus komt de 3e missie. En die gaat dus ook weer kijken van, oké, dit zijn de risico's. En deze dingen moeten zeker, voordat alles in orde is, moeten die dingen aangepakt worden. Onderbon heeft nu een totaal ander gezicht. Hè? Er zijn werkzaamheden hier. Kunt u ons beter uitleggen waarover? Ja, dus we zijn eigenlijk al een heel tijdje bezig hoor. En we werken nu aan de afronding. Maar het gaat erom om deze 3 blokken. Dat is tussen de Fred Derbystraat tot de Zwarthoevenbrugstraat in te richten. Voor specifiek voor bussen. Waarbij eindhaltes en tussenhaltes van bussen hier zijn. En dan in de eindsituatie gaat het geordend zijn dat men weet in welke blok welke buslijn aanwezig is, zodat men makkelijker de bus kan bereiken. Hoe verlopen de werkzaamheden volgens schema? Ja en nee. We hadden gehoopt dat we al klaar waren met het blok waarin we staan. Dat is tussen de Waldijkstraat en de Hofstraat. Maar een kleine vertraging in de afwerking, dat hebben we opgelopen. Dus we hopen nog tussen nu en 2 weken wel dit gedeelte af te ronden. En achter mij zijn we bezig met de voortgang voor de blokken tussen de Fred Derbystraat en de Waldijkstraat en de Hofstraat en de Zwarthoevenbrugstraat. Hier wordt er een 2e toilettengroep gebouwd, waardoor passagiers niet ver hoeven te lopen om gebruik te maken van toiletten. Zo te zien, dan is de stagnatie toch onder controle. Ja, we hebben ook heel veel overleg met de aannemer gehad om dit snel af te ronden, want hij dupeert eigenlijk de bevolking nu. En het is geen goed gezicht dat iets dat bijna af is, nog niet afgerond is, zodat men het niet kan gebruiken. Dus op dit moment zijn we bezig en men wordt onder druk gezet om dit gedeelte af te ronden. Het doel van dit project is uiteindelijk om ordening van de bussector in Suriname te hebben. En waarbij Onderbon dan gaat dienen als een van de eerste pilots waar je goede en overdekte busstopplaatsen hebt. En de overkapping zorgt dat wanneer mensen wachten op de bus, dat je dan niet in wind en weer hoeft te staan. Er zijn ook voorzieningen voor kiosken waarbij mensen wat kunnen kopen. Die zijn daar aan dat gedeelte, zijn al afgerond en bij de oplevering van het project worden die ook dan in gebruik genomen. Als laatste wil ik nog bijvoegen dat in het eerste blok richting al een toilettengroep is die afgebouwd is en in werking is. Ik denk tegen een kleine vergoeding van 1 SED mag je die gebruiken, die is
ook in de avonduren open. En gevraagd wordt dat mensen daarvan gebruik maken en wachten tot dat dit af is en niet wild plassen. We bevinden ons onder de eerste van 3 overkappingen die hier moeten komen te Onderbong. Zoals je ziet is dit bijna af, maar er moet toch nog wat werk hieraan gebeuren. Zoals als je naar boven kijkt, moet het plafond nog afgerond worden. Verlichting moet nog aangebracht worden. En aan de zijkant komt er een speciale bekleding, waardoor inwaaien tegen regen wordt beperkt. En als laatste moet het geheel nog geschilderd worden. En dan is dit geheel af. En de bedoeling is, als dit af is en in gebruik is, dat het in gebruik genomen kan worden, dat de bussen van het blok Waldijkstraat tot de Fred Derbystraat naar hier worden gebracht en dat daar de overkapping ook gebouwd wordt, zoals het hier is. In het andere blok, dat geloof ik Hofstraat tot de Zwart-Hoegenbrugstraat, wordt nu het staalconstructie opgezet. En daarna volgt ook het dak en dezelfde constructie als dit wordt het uiteindelijk. Na een reis van 3 maanden zette op 5 juni 1873 de eerste Brits-Indische emigranten voet aan wal in Suriname. Zij kwamen met het zeilschip de La Rarope. Zo begon de emigratie van een grote groep Hindoestanen vanuit India naar Suriname. Jaarlijks wordt deze dag herdacht. Suriname, Hamara, Pyara De. Namens de Surinaamse ambassade in New Delhi feliciteer ik de gehele Surinaamse gemeenschap met 146 jaar Hindoestaanse immigratie. Ode aan alle Hindoestaanse Indiase contractarbeiders die zijn vertrokken uit India op zoek naar een betere toekomst in Suriname. Vandaag zijn alle Hindoestanen een onderdeel van de trotse Surinaamse gemeenschap, onze multiculturele gemeenschap, onze multi-etnische samenleving. Eenheid in diversiteit is ooit eens geproclameerd. Laten we nu in elk geval beginnen te werken aan deze eenheid. Nogmaals, Fristeri, bohot bohot badhai ho. Het Eid al-Fitr is een islamitische feestdag waarop het einde van de vaste maand Ramadan wordt gevierd. Eid al-Fitr begint op de eerste dag van de 10e maand van de islamitische jaartelling. Met het opzeggen van de takbir en het verrichten van het Eidgebed is de vaste maand Ramadan officieel afgesloten. Namens het Nationaal Informatie Instituut een Eid Mubarak toegewenst aan alle moslimbroeders en zusters. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك. Vandaag vieren 1,6 miljard moslims wereldwijd Eid al-Fitr, einde van de vaste maand Ramadan, waarbij onze moslimbroeders en zusters hebben kunnen vasten. Vasten niet alleen als reiniging voor lichaam, ziel en geest, maar ook er zijn andere zaken die getoetst worden, verdraagzaamheid, vergeving, gezindheid. En deze kernwaarden moeten wij ook meenemen als Surinamers in deze periode. Laten wij in deze periode ook onze medebroeders en zusters gedenken en de normen, waarden die in principe in alle religieën zijn, om het mee te nemen, om onze jonge generatie op te voeden met deze normen en waarden. Ik wil de totale moslimgemeenschap feliciteren met deze dag. Ik wil u allen gezegende Eid al-Fitr toewensen, namens de regering van Suriname uiteraard, maar ook namens het ministerie van Binnenlandse Zaken. Wij zullen sowieso het pad welke wij bewandelen, en dat is de harmonie tussen alle religieuze groepen, de vrede die er heerst, zullen we moeten bewaren. Moeten bewaken en we zijn allemaal verantwoordelijk daarvoor. We zien de vele excessen gebeuren wereldwijd. Christenen tegen moslims, moslims tegen hindoe.
Maar we kunnen de Almachtige danken dat het niet het geval is in Suriname. Behalve een moskee naast een synagoge, hebben wij ook een moskee naast een volle evangeliegemeente. En daarnaast een tempel. Laten we dit allemaal zo houden. Laten we in deze periode van Eid al-Fitr ook de andere gedenken die het minder goed hebben. Minder goed in die zin het materiële, om ook te delen met hun. Ik wil u nogmaals veel succes en een gezegende dag toewensen. Tot zover deze aflevering van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedendag.